Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van weerplaza.nl. Toch vrij veel wolken boven Nederland vanochtend. Maar in de loop van de dag gaan die steeds verder oplossen. En op steeds meer plaatsen zal de zon dan gaan doorbreken. Vanochtend dus vooral in het westen, maar ook in het oosten nog velden met bewolking. In het midden- en noordoosten is er wat meer kans op een opklaring. Dat bij temperaturen van 15 of 16 graden. Vanmiddag dan steeds vaker de zon. Waar de zon begint met doorbreken, dat is nog even de vraag. Maar uiteindelijk komt de zon overal wel tevoorschijn en worden 20 tot 23 graden. En daarbij waait de noordenwind meestal matig. Vanavond is het dan grotendeels helder. De noordenwind blijft matig. En de temperatuur die daalt naar zo'n 17 tot 20 graden. En morgen dan zien we de zon weer wat vaker dan vandaag. Aan zee kunnen nog wel wat wolken voorkomen, maar landinwaarts is het zonnig. En dat allemaal bij temperaturen tussen de 20 en de 25 graden. De komende dagen dan wordt het geleidelijk warmer. Met een woensdag temperaturen van 24 tot 27 graden. En donderdag en vrijdag daar kan het lokaal zelfs 28 graden worden als het helemaal meezit. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de windrichting. Bij een noordoostenwind wordt het warmer. En bij een wind uit het noorden is het een paar graden koeler. Ik ben Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.